Kijken naar deze gloednieuwe video. Ik heb een video opgenomen en het gaat over de YouTubers die ik kijk en gewoon leuk vind. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vindt. Als je deze video leuk vindt, doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Zeker, vergeet niet zeker om te abonneren en ja, veel kijkers. Yo dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Jullie zien het vast wel aan de titel, 5 YouTubers, 5 die ik kijk en leuk vind. Nou, we komen bij mijn eerste YouTuber en mijn eerste YouTuber is StukTV. Waarom ik hun gewoon goed vind, we zijn goede YouTubers en ik vind ze leuk wat ze doen. Opdrachten uithalen. Zo, ze hebben bijna 1 miljoen abonnees. Nou, weet je niet wie StukTV is? Hier zie je wel een video. Hey, yeah. StukTV. Jullie zagen StukTV. Nou, gaan we naar mijn tweede YouTuber. Mijn tweede YouTuber is Vivalosofy. Weet je niet wie Vivalosofy is? Hij maakt FIFA-video's, soms ook Q&A. Ik vind het echt gewoon zo leuk hoe hij zijn video's edit en zo. En van de Vivalosofy heb ik ook leren hoe ik moet editen en zo. Want ik kijk soms naar zijn video's en daar leer ik ervan. Maar als je niet weet wie Vivalosofy is, hier heb je een videootje van. Ja, ben jij nog net zo gehyped voor het Team of the Year als Ronnie of als ik? En wil je graag FIFA coins kopen? Check dan www.fifacoinskopen.nl in de beschrijving. En vergeet niet die code. Get a big MD! Voor extra korting. Prima. Vivalosofy. En ja. Ja, dat was die filosofie. Nou gaan we naar mijn derde YouTuber. En mijn derde YouTuber is Ties Games. Nou, Ties Games, ik vind het tof hoe jij je video's maakt. En ja, ik blijf gewoon kijken. Ik vind ze gewoon leuk. En ja, weet je niet wie Ties Games is? Hier komt ook nog een videootje van hem in beeld. Ties Games. Mijn vierde YouTuber is Gameplay World XL. En ja, Gameplay World XL. Nou, wat vind ik zo leuk aan Gameplay World XL? Gameplay World XL. Nou, hij maakt ook van die grappige video's. Ik vind hem leuk. Dus ja, ik vind hem leuk. Hij maakt van die grappige video's. Damn. Grappige video's. Nee. Hij maakt gewoon van die leuke video's. En ja. Als je niet weet wie Gameplay World XL is. Hier komt het. Nou, YouTuber is. Dus David Games. Nou, ik vind hem ook goede video's maken. De Mindtopia. Die hij bedacht en gemaakt. Geef ik gewoon 100. Ja. Nou, ja, ik vind zijn video's gewoon leuk. Hier komt een video van hem. Man. En ik dacht dat ik hier persoonlijk een beetje de badass van YouTube dus Nederland David was. David Games. En ja, dat is gewoon, dus David Games. En ja. En ik heb nog een irritante YouTuber. Geen haat op hem of zo. Alsjeblieft niet, geen haat. En ja. Is gewoon mijn mening, geen haat of zo. Ja, Joey Craig. Craig of Craig, hoe die ook heet. Nou, hij schreeuwt ontiegelijk hard, echt serieus. Als die praat, zie je zijn dingen. Zie je dit hier? Wow, dat steekt bij hem heel erg uit. Wow. Hij praat echt serieus, echt hard. Geen haat of zo, maar ja. Geen haat of zo, maar ik vind Joey Crack niet zo leuk. Joey Crack, hoe die ook heet. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet zeker te abonneren op Farido15. Nou, bij de
30 likes. Ja, dat kunnen we wel zeker halen. Bij de 30 likes. Dan even snel van pet verwisseld. Maar bij de 30 likes ga ik hem... GTA 5 modded account weggeven. Ja, je hoort het goed. GTA 5 modded account. Nou, Minecraft komt er ook eraan. Maar bij de 30 likes beloof ik dat ik GTA 5 een modded account weg ga geven. Alleen bij de 30 likes, hè. Nou, dat kunnen we ook wel halen. Ja, bij de 30 likes ga ik GTA 5 modded account weggeven. Dat lukt vast wel. Rank 400. 1 miljoen. Unlock all. En ja, dat ga ik weggeven. En nou, vond je deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Farido 15. En bij de 30 likes komt er een GTA 5 modded giveaway. Later.